Welkom bij een nieuwe weekvlog. Wij staan op een stepje en zijn onderweg naar het centrum van Lissabon. Tot dadelijk! Hier achter me zien jullie de bekendste lift van Lissabon. Het is een gietijzeren lift, stamt uit 1902. Hij is helemaal met klinknagels in elkaar gezet. Heel mooi kunstwerk met heel mooie details is die gemaakt. En hij is gemaakt vroeger om de lager gelegen straten van dit stadsdeel te verbinden met het plein hierboven, het Kalmoplein. Dus als je met de lift omhoog gaat, heb je hierboven een brug. En met die brug kun je dan naar het plein toe lopen. Wij gaan het helaas niet doen, want dat kost 5,20 per persoon. Wij lopen gewoon omhoog. Dat is bergen oplopen, hè? Als je de lift niet wilt betalen. Ja. Dan zie ik wat van de stad. Klooster in Lissabon. En het klooster is bijzonder, want het heeft geen dak. Kom eventjes wat foto's van een beeld of filmpjes, want we kunnen geen goed punt vinden om dit te laten zien. Maar hoe dat het komt dat het klooster geen dak heeft, daarvoor moeten we terug in de tijd, naar de 17e eeuw om precies te zijn. Toen was Lissabon een van de rijkste steden ter wereld. Dat komt vooral door de koloniale inspanningen in Zuid-Amerika wat Portugal heeft gedaan. Daarmee konden ze de meest prachtige gebouwen bouwen. Alleen in 1755 toen kwamen er 3 aardbevingen op 1 dag, waardoor heel veel mooie gebouwen helaas verwoest zijn geworden. De meeste zijn weer terug opgebouwd, maar het klooster hier achter me hebben ze in originele staat laten maken. Dit kan je van binnen bezoeken en dan kost het 5 euro entree. Zoals we net zeiden, zouden wij mogen lopen, maar we zijn nu bij de bovenkant van de lift. Dus 5,20 euro per persoon gespaard en toch een mooi uitzicht. Het is een pastel de nata eet hier in de pastel de nata fabriek. Heel chic. Castro. Daar gaan we weer. Dit moet een van de lekkerste zijn van Lissabon. We gaan even kijken of het klopt. Of ze net zo lekker zijn als onderaan in Portugal, want daar heb ik het laatste gehad. En? Echt, zelfs een beetje warm. Ja. Echt super lekker. De vintje staat er onder een beeld. Ik ook. Dank u. Thank you.
We lopen hier langs de rivier de Taag. En vroeger, tot een aantal jaren geleden, kon je hier heel makkelijk dolfijnen spotten. Maar door de vervuiling van de rivier zijn die terug naar de zee gegaan. Dus geen dolfijnen voor ons. Zo, wij zitten lekker aan de Taag. We gaan hier even lunchen. We zijn even naar de supermarkt gelopen. Een lekkere goedkope lunch. We hebben een lekkere salade. En wrap. Wrap. Heerlijk. En een lekkere verfrissing. Wij zeggen proost en tot zo meteen weer in de stad. En smakelijk. En smakelijk, ja. Nou, pas was de droom is uitgekomen. We staan op een step met z'n tweeën. Romantisch met z'n tweeën op een stepje. Ik heb wel voor je. Door het centrum van Lissabon. Tjaat! De weg is een beetje hobbelig, zoals jullie horen. Ik vind het akelig. Oh, van beeld. Kijk, mijn hartstikke gaat even op en neer. Neergezet, Pascal is aan het afronden. En dan gaan we nog 5 minuutjes lopen naar onze bestemming. Hier achter me de LX Factory. Hier zijn we naartoe gereden met de step. En de LX Factory is eigenlijk ontstaan door een groep jongeren die hier nieuw leven in wil blazen. Dat is eigenlijk een oude fabriek, die stond leeg. En nu hebben we een groep jongeren hebben daar verschillende exclusieve winkels en exclusieve restaurants in weten te vestigen. Dus kom eens kijken wat er is. Echt een superleuk concept. Echt de moeite waard om naartoe te komen. Ligt een beetje buiten het centrum. Ik denk, met het stapje was het 10 minuten. Dus ik denk, een klein half uurtje lopen vanuit het centrum. Maar wel echt leuk om naartoe te komen. We zijn terug in het centrum. Nou, we Lissabon natuurlijk ook op bekend in staat. Zijn die leuke gele trams. Zoals jullie zagen, dit was tram nummer 28. Echt een hele leuke tip, pak tram 28 en dan krijg je een hele leuke detour rond de stad. Beginpunt komt even hieronder in beeld. Als het iets is wat we in Lissabon doen, dan is onze benen trainen. Want Lissabon is gebouwd op 7 heuvels. Het zal dus flink klimmen iedere keer. Nou, we zijn zojuist 15 minuten per op gelopen op dit prachtige uitzicht. En we hebben een lekker glaasje port meegenomen. En een zakje chips te snacken. Nu gaan we genieten van dit prachtige uitzicht over het Lissabon. Nou, en terwijl we dan hier zo zitten met een glaasje Vino Tinto Fresco en een zakje chips met mooi uitzicht over Lissabon. Ja. Moeten we toch wel bekennen dat Lissabon in de top 5 staat voor ons van
de mooist bezochte steden. Prachtige stad. Ja, echt mooi. Heerlijk klimaat natuurlijk, het hele jaar door. Het ligt bij de zee, super mooie cultuur. Lekker eten en drinken, aardige mensen. Iedereen spreekt Engels. Nou, wil je nog meer? Ja. Fantastisch. Mooie stad, dus zeker een citytripje waard. Ja, echt. Prachtig. En we hebben ons dat te vertellen. Dat als je in Lissabon bent, je naar de Fado restaurant moet gaan. Fado ja. Muziek. Fado muziek. Oh, loop even door, want het is een beetje harde muziek hier. Ik zat te vertellen dat je naar de Fado muziek moet gaan. En je hebt hier verschillende restaurants die vanaf 7 uur 's avonds live Fado muziek afspelen. En dan liepen we door een park toen straks. En dan kwamen we een oude meneer tegen. Meneer. En die heeft ons geholpen. Gelokt, zeg maar. Ja. En we hebben gereserveerd bij een restaurant waar we nog naartoe lopen. En daar spelen ze de live Fado muziek af. Dus we gaan eens kijken wat deze avond gaat brengen. Super benieuwd. Het restaurant heet Travos Antigas. Nou, we zijn in het restaurant. We moeten eventjes wachten op de tafel klaar is. Ja, als het echt is. Achter Nederland zijn we iets te vroeg. 10 minuten te vroeg. Ja, nee, we waren gewoon echt moe van het lopen van de hele dag. Dus we zijn iets vroeger gegaan dan we gereserveerd hadden. En om 7 uur begint het muziek vast. We zitten hier even te wachten. Hallo. Hallo. Wat hebben we hier? Zit je al aan tafel? Ja, we zijn net aan tafeltje gebracht. En we hebben van het huis krijgen we een traditioneel Portugees plankje met Portugese kaas en Portugees. Yummy. Dus we gaan vanavond genieten en van de live muziek. Ja. Ook genieten. Dus een top. Net de nooit kom alleen bro. De tudo. E ao deixar-te abandonada, deitada, sozinha, lembro aquela felicidade que um dia foi minha. Chego a julgar-me a teu mar. Dat was onze Fado-avond. En nu op naar Eddy. Ja, was super leuk. Leuk om een keer mee te maken. Hele aparte muziek. Ik hoop dat jullie de beelden leuk vonden. Het was best donker daarbinnen. Dus hopelijk hebben jullie wat kunnen zien ervan. Maar wij zeggen fijne avond en tot morgen. Morgen. Nieuwe dag in Lissabon. Goedemorgen, nieuwe dag. Nieuwe plaats. We zijn weer in Lissabon, maar niet in het centrum. We zijn nu in de wijk Belhem. En hier is de Pastel de Nata ontstaan. Oftewel, Pastel de Belhem. We staan hier achter bij het plaatsje waar het allemaal begon. Vroeger zaten hier monniken in dit gebouw. En die hadden heel veel eieren nodig. Het eiwit gebruikten ze voor hun kleding te stijven. En daardoor bleef alle eigeel bleef over. We werden iedere keer weggegooid. Dus dachten ze, daar moeten we wat mee. Dus gingen ze daarmee bakken en zo ontstond de Pastel de Nata. De eerste werd hier verkocht in 1837. We gaan nu proeven of die nog steeds zo lekker is als toen, want hier
is de originele, zeggen ze. Dus Pastel de Bohème. Oorspronkelijk. Dus ga je mee? En nu? En nu in de rij staan voor een lekkere Pastel de Bohème. Daar zijn ze, de echte. Er zitten er 3 in. En bij de echte hoort kaneel en poedersuiker. Dus gaan we eens even proberen. Oh la la. Tada. Eens kijken of die echt zo lekker zijn als ze beweren. Wat we de afgelopen weekend gegeten hebben. Want dit zou de echte moeten zijn. Ik bijt eerst een keer zonder dit. Dan doe ik daarna de poedersuiker en de kaneel erop. Oh, wat een geluid. Wat een crunch. En? Eerlijk oordeel. Heel lekker. Het is iets minder zoet dan sommige die we van tevoren gegeten hebben. Maar ik denk dat deze toch wel in de top 3 staat. Echt. Zien nummer 28, die eigenlijk als een soort tour door Lissabon meeneemt. Dat wilden wij nu gaan pakken, maar dat dachten meerdere mensen. Kijk maar eens achter me. Dus we hebben besloten om het niet te doen. We gaan een stukje te voet doen. Dan gaan we het zo oplossen. Zo, wij zijn klaar met het struinen door Lissabon. Ja. De stad is super mooi. Echt een aanrader voor een citytripje. Ja, leuk om een keer te bezoeken. Wij hebben pijn aan onze voeten van alle bergen en heuvels oplopen hier door de stad. Ja. Want dat zijn er een paar. Maar wij gaan nu langzaam terug naar de camper, naar de camping. Ja. Vannacht blijven we daar nog slapen en morgen rijden wij door. Weet je nog niet precies waar naartoe? Nou, voor een plekje. Komen jullie snel genoeg achter? Nu. Goedemorgen vanaf het strand. Heerlijk. Ik ben een stukje aan het wandelen. Pascal ligt al lang in het water. Die ging surfen.
Maar ik had net mijn haar gewassen op de camping, dus ik denk ik ga nog niet het zoutwater in. We wachten nog eventjes mee. Dus ik ben een heel stuk gaan wandelen langs het strand. In de verte zie ik zelfs Lissabon liggen. Dus dat is ook wel heel mooi. Ik zal zo de camera draaien. Maar het is prachtig hier. Heerlijk, wat een rust. Ik ben er niemand op het strand, het is lekker maandag. We hebben een hele goede nacht gehad ook op de plek. Dus helemaal prima. We blijven denk ik op dit plekje totdat de zon weg is. En die staat veilig. Pas we kan surfen, wij kunnen surfen. Dus helemaal prima. En als het goed is, ligt daarachter Lissabon. Dus dat is ook wel weer heel mooi om te zien. Nou, ik ga zo omdraaien. Dan ga ik de weg terug. We komen helemaal vanaf die hoek daar. Ik ben een uur onderweg al. Dus daar ga ik eerst teruglopen. Heerlijk om zo je dag te starten. Staat Eddy en hier voor me staat Pascal. Goedemiddag al. Lekker een surfochtend gehad. Zoals jullie zien ben ik niet de enige hier. Nee, het is echt super druk hier. Ja, het water ligt vol met surfen. Dus je moet oppassen dat je niet aangesurfd wordt. Of dat je iemand aansurft. Ik blijf lekker hier vooraan bij de beginners. Waar ik thuis hoor. Nog. Maar dat is wel leuk hoor. Zo, eens even stoppen. Je begint fris te krijgen na 3 uur. En dan gaan we het even lekker lunchen. Ja. Misschien nog even iets drinken hier bij de Beach Bar. Zal ik met jou erover hebben. Ja, het is wel echt een gezellig gebied hier. Dat zei ik net al. Superveel barretjes en restaurantjes langs de kust. Ja. Heel leuk. Zullen we de coördinaten even in beeld zetten? Want dat hebben we volgens mij nog niet gedaan. Nee. Dus komen ze. Ik ga er gewoon doei. Doei. We hebben echt een heerlijk dagje erop zitten. We hebben lekker nog in de zon gezeten, nog langs het strand nog een keer gewandeld met z'n tweeën. Pascal zelfs nog een keer gaan surfen. En nu zitten we lekker buiten. En het enige wat Eddy niet heeft, dat is een buitenkeuken. Maar daar heeft Pascal een oplossing voor. Tada! Dus nee, we gewoon buiten. Het voorwerk doen we buiten, dan gaan we binnen koken. Super! Wat gaat het worden? Een lekkere pasta. Ik krijg pasta pennen met garnalen. Met een tomaatje, ui, een beetje knoflook en olie. Dat wordt de saus. Dus dadelijk zien jullie hoe het eindresultaat is. 3, 2, 1, nu. Tada! Oh my god! Je gaat dat allemaal beter. Een beetje veel voor twee man, maar dan hebben we morgen ook alvast eten. Heel voor 2 keer. Leuk. Oh, Een hele goede morgen. We hebben het plekje aan het strand verlaten. Want we moesten het nodig de was doen. En Jeline komt net aan, die is even gaan kijken hier bij de wasseretten of het wat is. Hij is op, hè. Is dat wat? Kijk, wasmachine. De wasseretten is daar. En hier om de hoek is een gratis camperplek. Daar gaan we nu even naartoe en dan lopen we vanuit daaruit naar de wasseretten en dan gaan we de was even doen. Yes. En dan op zoek naar een nieuw plekje.
komen op het camperplekje en zoals jullie zien zijn we niet alleen. Nee, hadden we niet verwacht hier ergens in een dorpje slash stadje. Weet je niet precies waar we zijn, maar we zullen de camperplek even hieronder in beeld zetten. We hebben de was bij elkaar verzameld en we lopen nu naar de wasseretten. Drie shoppingsbag vol met was. Kleine sport, kleine workout. Met al die tassen. Dat zal een paar kilo zijn. Ja, ik hoop dat we hem twee keer erin krijgen. Hopelijk hebben we een grote wasmachine. Ja, dat is het. Is het gelukt? Yes. Alles zit erin. Wat is er gebeurd? We waren dus onze eigen wasmiddel erbij in het gooien. Ook best veel, omdat we veel was hadden. En dan zegt die vrouw achter ons: en je hoeft geen wasmiddel erbij te gooien, dat zit er al in. En de was verzachter en alles. Dus nu hebben we dubbel. Ruikt het extra fris hopelijk dadelijk. Hopen we. Hopen niet te veel zeep, want anders moeten we nog een keer 8,50 betalen. Om hem door te wassen. Ja, een half uurtje wachten en dan alles in de droger gooien. Dan hebben we denk ik 20 kilo was gedaan voor 20 euro. Dus een euro per kilo. Lekker geslapen hier op het plekje waar we gisteren de was hebben gedaan. En voor we vertrekken gaan we nog even een rondje lopen hier. Kijken hoe het park uitziet. Want we staan hier meteen aan een heel groot park. En daarna gaan we een stukje noordwaarts, net boven Lissabon, zou een mooi plekje moeten zijn. Aan de kust. Dus we gaan kijken. Wat is dat? Mijn pet en mijn bril open. Jullie gaat jullie nog ook even een demonstratie geven van een klimrek. En voor we vertrekken nog even liggen. Ja, het is wel leegtijd. Maar ik heb een kleine lekkage ontdekt bij de grijswaterafvlaag. Kom maar eens kijken. Ik heb er nou even een handdoek neergelegd. Ik wil even een lampje bijschijnen. Daar loopt de slang door de vloer heen. En rond dat gat daar lekt het. Als je aan de onderkant kijkt, zie je ook dat de bocht nat is. Dus ergens tussen de vloer en die bocht in zit een gat. Dus dat moeten we even repareren. Eens kijken hoe we dat op gaan lossen. Maar daar komen we nog op terug. En Jolien is binnen alles klaar aan het maken. Oh nee, Jolien staat daar. Die is al klaar binnen. Nou, we staan in een rij aan te sluiten. Want we gaan de brug over, de brug van Lissabon. We zijn al een keer teruggegaan, nu gaan we terug richting Lissabon. Maar naar Lissabon toe is een tolweg. En die kant op niet, want toen we van Lissabon terugkwamen kon je gewoon doorrijden. En nu staan we voor de tolpoortjes, ja. Dus kijken of we moeten betalen. Want het scheelde zich 2 uur als je die brug pakt en tol betaalt of omrijdt. Dus ja, het is wel een flink tijdverschil. Ja, want de eerstvolgende brug is tientallen kilometers die kant op. Ja, naar het oosten toe, naar het binnenland. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat met de tol. Als je gewoon kan betalen of met elkaar. Maar we gaan het zien. En wat het kost natuurlijk. En wat het kost. Meer belangrijker. Nou, dat viel reuze mee. 4,15 euro. Klasse 2. Klasse 2. Dat betekent, ik denk dat ik geen ondergewicht heb. Een paar kilo's. De weegschaal is niet goed. En nu gaan we de brug weer over. Uit het over in de kamer. We'll be right back.
Wij zijn gearriveerd op onze nieuwe camperplekje. Ik heb mijn badpak aan, want we gaan nog een surfbonkje wagen. Wat? Pascal is gebuiten om het kleden. Hallo. Dus lekker druk hier het plekje. Maar we gaan proberen. Aan de overkant is de zee, dus daar gaan we nu gauw heen. We moeten even volgen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen verstaan, want het waait heel hard vandaag. Google stond wind tot 65 km per uur, dus dat is flink te veel. En we hebben ook gevoeld vanmorgen toen we wakker werden. Nu gaan we eens even kijken bij het water. We hebben gisteren helaas geen surfbeelden kunnen maken. We hadden de camera vergeten. Maar we gaan eens even kijken of er vandaag iemand aan het surfen is. En als er vandaag iemand aan het surfen is, dan gaan we ook even. Waait wel heel hard. Zie jij wat ik zie? Maar twee surfers, het hele strand vandaag. Gisteren lag het helemaal vol hier. Ai ai ai. Daar. Het wordt helemaal een zandstrand hier. We zijn hier aan de andere kant. Want hier Balearic Beach ligt eigenlijk aan twee, aan een uithoek zeg maar. Dus aan twee kanten heb je water, dus aan twee kanten wind. Het strand. Dus het waait allemaal in je gezicht, het zal. Ah! Kom maar terug naar de camper, want het waait veel te hard. Het waait nog steeds hard, maar de zon schijnt wel, dus het is zonde om binnen te zitten. Dus we zitten hier voor de camper. Als ik zo ga zitten, dan zitten we uit de wind. En pas we even lunch voorbereid. Gezond lunchje. Lekker! Een boterhammetje hummus. En komkommer erop. Oh la la. Dus, smakelijk. En als het de wind nog een beetje gaat liggen ook vandaag, dan gaan we nog even water op. Maar ik denk het niet. Voor nu smakelijk. Ik weet niet of jullie me kunnen horen. We zijn even een stukje gaan wandelen. En net scheen de zon nog. En nu regent het en stormt het. Jullie zijn alvast voor aan het rennen. Zoeken voor te schuilen, want nou worden we zeik nat. Dat is ook niks. De regen is weer overgewaaid. We zijn aangekomen in het dorpje Balearic. Dat ligt bij Peniche. Peniche is aan die kant. En wij zitten nu bij Balearic. Daar hebben we ook geparkeerd staan met de camper. Prachtig uitzicht. En leuk dorpje om erin te lopen. En dan kan ik uren naar blijven kijken. Maar jullie krijgen het koud. Dus we moeten bellen. Blijf bewegen.
goed te zien hier achter me. Je hebt van twee kanten zee en dan zie je één weg die Balearen verbindt met het vasteland. Goedemorgen. Wij zijn klaar voor vertrek. We gaan het Peniche achter ons laten. Super jammer, want het was een super goede surfplek geweest. Maar het weer zit niet mee. Het zonnetje schijnt wel, maar het waait veel te hard. Dus het surf heeft geen nut. De golven zijn veel te hoog en te wild. Dus we hebben een ander plan. Ja. Wat gaan we doen? We gaan nog hogere golven opzoeken. We gaan 63 kilometer verder naar het noorden. Daar ligt het plaatsje Nazaré. Yes. En daar moet een plek zijn met een van de grootste golven van Europa. Als het weer mee zit. We zitten nu niet in het seizoen, maar er zijn altijd de golven heel hoog. Dus dan gaan we eens kijken wat we daar kunnen zien. Of we daar mooie grote golven kunnen zien. Maar dat zien jullie pas volgende week. Het is vrijdag, dus einde van de vlog. Dus hartelijk bedankt voor het kijken. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te geven en op die rode abonneerknop te duwen. Dan zijn wij weer hartstikke blij. We wensen jullie een fijn weekend en tot volgende week. Obrigada. Doei. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op ons kanaal en volg ons ook op social media.